Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik de kerstdeck voor jullie, want kerst komt er bijna aan en ik heb er echt zoveel zin in al. Het duurt voor mij vandaag nog 5 dagen. Nog 6. Het is vandaag dinsdag en maandag is het kerst. En zondag is het kerstavond. Ik weet niet of... Ik vier meestal daar niet echt iets. Soms doe ik dan wel eens cadeaus met mijn ouders. Maar het duurt eigenlijk 6 dagen, 5 dagen. Ja, het ligt er gewoon een beetje aan. En of je natuurlijk ook zelf kerst viert. Maar ik heb dus de kerstdeck voor jullie. En ik hoop dat jullie deze video leuk gaan vinden. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog. En laten we beginnen. De eerste vraag is, wanneer word jij enthousiast voor kerst? Nou, eigenlijk al na mijn verjaardag. En verjaardag is 12 oktober. Want dan leef je eigenlijk naar iets toe. En ja, je hebt er gewoon zin in. Eigenlijk ook het hele jaar al wel zin in kerst. Want ja, eigenlijk heb ik er altijd wel al wel zin in. Want wanneer kerst voorbij is, denk je, oh, ik heb er zin in kerst, weet je. Want dan leuk met je familie. En je krijgt natuurlijk, meestal krijg je wel cadeautjes. Of gewoon een kleinigheidje. En je gaat lekker eten. En met oud en nieuw voor mag je echt lekker wat oliebollen eten. Want mijn vader maakt altijd zoveel. En dan eet ik er echt heel veel, zoveel. Maar dat is eigenlijk oud en nieuw. We hebben het natuurlijk over kerst. Ik heb er eigenlijk al wel heel snel zin in. Omdat eigenlijk meestal ga ik echt zin krijgen na mijn verjaardag. Maar aan de ene kant, ik heb er eigenlijk heel het jaar al wel zin in. Omdat dat ik het gewoon zo leuk vind. Heb je adventkalenders of heb je die nog steeds? Nee, ik heb geen adventkalenders. Omdat ik dat niet echt nodig vind. Ik vond het leuk om vroeger een chocolaatje eruit te halen elke dag. Maar nu niet echt. En meestal als ik bijvoorbeeld een kerstkalender cross dit lot krijg. Dan cross ik die altijd gelijk open. En ik ga echt niet wachten tot de 31ste. Ik cross het altijd gelijk open. Omdat ik gewoon graag weet of ik een prijs heb of niet. Maar ik heb dus geen kerstkalenders. Ja, trouwens, het maakt natuurlijk ook niet uit of je wel op deze leeftijd een kerstkalender hebt. Maar voor mij hoeft dat niet per se. Wat zijn je favoriete kerstfilms? Mijn favoriete kerstfilms zijn sowieso Home Alone 1 en Home Alone 2. Ik kijk meestal ook wel 3, 4 en 5. Volgens mij loopt het tot 5, dacht ik. Alleen, ik vind 1 en 2 echt... Die vind ik echt leuk. Ik probeer die sowieso te kijken. En als ik ze niet kan kijken, dan neem ik ze sowieso op. En 3, 4 en 5 kijk ik als ik die avond bijvoorbeeld niks te doen heb. Maar meestal kijk ik alleen 1 en 2. Heb jij grappige kerstherinneringen? Dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik heb nooit echt iets meegemaakt of zo. Iets grappigs volgens mij. Ik heb volgens mij nog nooit echt iets grappigs meegemaakt. Maar sowieso kerst is altijd leuk. Dus er zou vast wel iets gebeurd zijn ooit een keer. Ik denk dat er heus wel wat is gebeurd. Maar dat het niet echt iets grappigs was of zo. Want het is me nooit bijgebleven. Hoe ziet jouw typische kerstdag er bij jou uit? Het begint altijd met een kerstontbijt. Echt lekker. En dan blijf ik te lang beneden zitten. Waardoor ik uiteindelijk moet haasten. En zo. Eigenlijk doe ik helemaal niet zoveel op kerst. Ik doe eigenlijk alleen maar lekker ontbijten. Dan moet ik een beetje haasten. En dan moet ik eigenlijk alweer weg naar mijn opa en oma. Want we vieren het bij alle twee de opa en oma's. De eerste en tweede kerst. Bij de verschillende opa en oma's. Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt... Ja, ik slaap gewoon uit. Want ik kan niet uitslapen, maar ik slaap gewoon uit. Heb jij kersttradities? Nee, ik heb geen kersttradities. We doen wel altijd een kerstontbijt. Misschien is dat een soort traditie. Dan hebben we altijd harde broodjes, croissantjes. En we hebben vaak ook wel suikerbrood. Soms ook nog wel zachte bolletjes. Sowieso een eitje natuurlijk. En ja, dit lijkt me echt ook heel veel op noem. Maar we hebben gewoon kleine croissantjes. Ongeveer zoiets. En die broodjes zijn. Dat zijn gewoon van die kleine keizerbroodjes die je gewoon kan afbakken. Op zich valt het wel mee. En soms dan bijvoorbeeld, we hebben wel eens een kerstdag. Dan zeggen we ook bedoel van ja, eet niet zoveel. Want we gaan straks iets lekkers eten bijvoorbeeld. En dan kan je veel ontbijten, maar dan eet je geen middag. En dan kan je gewoon veel in de avond eten. Wat zijn je favoriete kerstliedjes? Sowieso All I Want For Christmas. Daar kan ik altijd lekker mee meezingen, ook in de auto. Dan echt zo van All I Want For Christmas Is You. En dan kan je ook lekker vals zingen. Mijn broer zegt er vaak wel wat van, maar maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk. En ja, ik vind ook nog wel It's Christmas, I Give You My Heart. Die vind ik ook leuk. Ik vind heel veel kerstliedjes
leuk eigenlijk. Maar ik weet niet hoe ze heten. Of doffen of chill outfit. Nou, ik heb ooit een keer een rokje ervoor gekocht. En een shirtje daarbij passend of zoiets. Maar dat heb ik allebei niet meer. En ik heb vorig jaar, omdat ik naar de toppers ging vorig jaar in Ahoy kersteditie. Edition of zoiets. Ik weet echt niet hoe dat uitspreekt, volgens mij edition. Ging ik gewoon in mijn kersttrui. Echt een hele leuke. Hij kwam volgens mij van de Lidl. Maar ik vond hem echt heel leuk, want het was gewoon zo'n rendier. Ik had gewoon een soort broek. En ik denk dat ik dat dit jaar ook weer aan ga doen. En doe ik ook nog mijn kerstsokken aan van de MAC. Want ik heb die van vorig jaar en van dit jaar. En ik vind ze echt cool. Wat eigenlijk. Heb je een nep of een echte kerstboom? Wij hebben altijd al een echte kerstboom gehad. Dat komt omdat hij bij ons altijd super lekker ruikt. We nemen altijd echt de perfecte boom die echt super lekker ruikt. En heel veel mensen zetten hem in het water. Alleen wij doen dat niet. En bij ons valt hij ook gewoon eigenlijk niet uit. Behalve als je hem even van je kamer zo rechtop gaat zetten. En dan in zo'n dingetje doet. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet uitleggen. Maar en als je hem natuurlijk uithaalt en de lichtjes uithaalt en de kerstballen. Dan valt er heus wel wat uit. Maar bij ons valt er eigenlijk nooit echt iets uit in de tussentijd. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Want anders dan wordt het alleen maar schoonmaken. En dat is echt heel vervelend. Dit is alweer de laatste vraag. En er staat, wat drink je het liefst met kerst? Nou, ik lust eigenlijk bijna niks. Ik lust geen prik. Dat ten eerste. En ik lust ook niet eens alles van zonder prik. Want ik vind bijvoorbeeld alles wat rood is zonder prik vind ik op zich wel lekker. Ik vind Wiki op zich wel lekker. Sissy. Ik vind, oh ja, trouwens, ik vind ook appelsap heel lekker. Het appelsap drink ik nu echt tegenwoordig. Maar Wiki en Sissy, ik weet niet, Sissy vind ik sowieso veel te zoet. En Wiki gaat op zich wel. En ik denk aardbeisiroop, want citroen of zo siroop, dat lust ik ook niet. Of sinaasappelsiroop. Ik ben echt een heel moeilijk kind, sowieso met drinken en ook met eten. Maar ik heb dus sowieso appelsap en drink het liefst en water bij kerst. Ik zat dus net die outro te maken en toen stond, viel die uit daar. Mijn geheugenkaartje was vol, dus hij stopte met filmen. En ik zag het al, maar ik dacht, weet je, ik heb 9 minuten, dus het lukt me heus wel. Anders had ik eventjes mijn andere gepakt. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk eventjes hier beneden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!